avond allemaal. Ik zie al een paar kijkers komen. Ik zal er nog eventjes een beetje inzoomen. Ja, dat is gelukt. En mijn geluid staat toch nog aan. Even uitzetten, hoor ik. Zo. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Ik wacht nog heel eventjes geduldig, zodat er nog meer kijkers komen. Gezellig dat jullie allemaal mee komen kijken met mijn eerste live uitzending. Hallo, goedenavond allemaal. Super beeld. Nou, is ook fijn te horen. Dat is altijd fijn. Goedenavond. Hi Lisanne. Leuk dat er ook iemand van Timon aanwezig is. Nou, ik ga van start. Ik zie al dat er best veel kijkers zijn. Nou, ik ben Anita van Merode. Ik ben sinds een half jaar in het Hobby Vision Design Team erbij. Hartstikke leuk. Ik heb het echt reuze naar mijn zin. Het is echt een heel gezellig team. Sinds kort ben ik ook bij het JMA-team bijgekomen. Die is net opgestart. Hartstikke leuk. Jullie zien hier ook voorbeelden van mij liggen die ik al gemaakt heb. Kijk, mij gevonden zie ik. Nou, dit is het eerste voorbeeld wat ik gemaakt heb. Die heb ik ook al in de groep laten zien. Dat is met het rijspeper. En met de cadens heb ik het op kleur gebracht. Nog een andere leuke dingetjes, allemaal uit de JMA-serie erbij gedaan. Mijn tweede voorbeeld is deze. Dit is de mooie halve mandala stans die ik gebruikt heb. Die heb ik eerst dus helemaal aan één strook uitgestanst. En die heb ik gerild aan een vouwtje. Die heb ik dus dubbel gevouwen en dan verwerkt met een leuke tickets stans. En deze, daar heb ik de bloem nog alleen maar laten zien. Die heb ik met de watercolor set gedaan. Uit de JMA collectie ook. En de achtergrond die heb ik gemaakt met de Distress oxide inkt. Sprays. En die moet ik nog eventjes op de Facebookgroep zetten. In de JMA groep en andere groepen. Dus dat wilde ik laten zien. Dat ik die dus gemaakt heb. Jullie weten allemaal dat het vandaag de jubileumdag is van Hobby Vision. Van het 15-jarig bestaan. En eindelijk gevonden. Was ik moeilijk te vinden? Ja, zie ik. Even kijken. Nou, ik ga wel door. Ik zie al best wel veel kijkers, dus we gaan nog door. Omdat het jubileum is, mag ik ook je iets moois weggeven vandaag. Ik zal deze even aan de kant doen. En dat is deze aardjournaal. En deze vier rijspepers. Ja, dat klopt, Ine. Wij kennen elkaar zeker van de... hoe heet het? De workshop inderdaad. Maar deze vier rijspepers mag ik vanavond weggeven samen met een mooie aardjournaal. Met deze aardjournaal, van ook uit de collectie van JMA. Die mag ik weggeven, maar dat doe ik straks. Daar kom ik later op terug. Ik wil jullie er ook op wijzen dat het deze avond nog de 10% korting is op de JMA collectie, op de hele collectie.
alleen de collectie, dus niet de andere producten. Er lopen wel nog hele mooie acties. Die kunnen jullie vinden in de Hobby Vision groep. Ik zag er al mooi voorbij komen van, even nadenken, nog een 8 bij Marleen tekst. En de Corine, de uitzending van Corine, zag ik ook hele mooie actie voorbij komen. Maar nu gaan we verder van wat ik vanavond ga doen. Ja, dankjewel hoor. Ja, een mooie weggever. Ik vind het ook hoor. Het is echt heel mooi wat ik weg mag geven. Ja, maar daar kom ik later op terug. Ik ga nu met deze hele mooie rijstpapier aan de gang vanavond. Ik vind het wel heel spannend nog. Het is voor mij de eerste uitzending, dus ik vind het best wel spannend. Maar we gaan gewoon net van slag, aan de slag. Deze rijstpapier, ja, ik vind hem prachtig, zeker met het weer van vandaag. Het is toch gewoon echt een prachtig voorjaarsweer aan het worden na die sneeuwweek. Dus ik dacht, nou, het ziet er wel heerlijk voorjaarsachtig uit. En deze heb ik nog niet heel veel voorbij zien komen. Dus ik dacht, nou, ik ga er lekker mee aan de slag. Ik heb er al een voorbeeld van gemaakt, maar dat laat ik straks zien. Ik heb 2 pagina's uit mijn artjournaal van JMA heb ik genomen. En kijk, ik heb het een vel al helemaal geknipt en gedaan. Ik heb deze heb ik al hier opgeplakt. Ik ga alvast eens voorbereidingetje doen. Dus die heb ik al geplakt. Met gel medium. Ik zal het erbij pakken, die gel medium. Kijk, met de matte gel medium. Die heb ik erop geplakt. Nou, ik vind het allemaal heel leuk. Jullie succes wensen. Het komt goed. Ik hoop het. Ik doe mijn best, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan ervoor. Deze heb ik dus al opgeplakt. En deze vlinder, die wil ik ook nog gebruiken. En die heb ik hier, want deze papier die laat ik heel. Want ik heb hem al eens helemaal verknipt en gedaan. Dus even kijken. Een bakje met water heb ik erbij staan. En dan ga ik hem eventjes een randje nat maken. Zodat ik hem mooi kan scheuren. Dat is niet, scheuren is mooier dan knippen. Anders krijg je echt zo'n knipnaad. En dit is, ja, dit is veel leuker. Welk formaat journaal heb je? Ik heb de... Mijn bladzijden zijn 17 bij 17 centimeter. Ik heb uit deze aardjournaal heb ik hem genomen. Uit de laatste van de Time to Relax. De precieze maat weet ik niet. Maar de papieren die erin zitten, die zijn 17 keer 17. En even kijken, er zitten er ook nog... kraft in. En er zitten ook nog zwarten in. Kijk, dat is echt helemaal geweldig. Dus er zitten 3 soorten in. En die mag ik dus straks weggeven. Hoi, gezellig allemaal. Ik zie nog steeds wat kijkers bijkomen. Gezellig. Nou, dus ik ga eerst dit... Deze kunnen mooi aan de kant. Dus ik ga vanavond 2 aardjournaalpagina's met jullie maken op Mixed Media. Dat doe ik vanavond met Cadence. Ik vind Cadence echt hele mooie, hoe heet dat? Hele mooie kleurtjes hebben. En ja, het is gewoon heel mooi. Kijk, ik ga deze vlinder, die ga ik hierop plakken. Dit wel eventjes aan de kant. Er zijn nog steeds mensen binnenkomen, hartstikke gezellig, welkom. Ik neem hiervoor de collagebrus van Tim Holtz. Ik heb wel een andere in het lijstje gezet, waar je de terug kan lezen op het, bij de live of bij Hobby Vision op de website. Dat staat bij Facebook Live bij 2021. Onder februari staat mijn lijstje met de spullen die ik gebruik en heb ik alles zo'n beetje in laten linken. Alleen deze formaat had dus niet, dus ik heb een ander formaat erbij in laten linken. Maar ja, het is een heel handige collagebroes, vind ik. Ik wil niet vervelend doen en misschien ligt het aan mij, maar het geluid is slecht. Oh, is dat zo? Misschien hebben daar meer mensen last van, dat het geluid slecht is. Want ik heb er niet echt iets verders aan gedaan.
Ik wacht het even af of mijn geluid inderdaad slecht is. Of meer mensen daar last van hebben. Want dat is niet de bedoeling. Je doet het super. Helaas gaat het nu echt afsluiten. Oh, dankjewel Janine. Heel veel succes vanavond. Je doet het super met je eerste live. Helaas ga ik nu echt afsluiten. Kaarsje is wel een beetje op. Maar... Ah ja, ja. Nou, fijne avond Janine. Dankjewel. Geluid is inderdaad niet best. Oh, ik hoor je prima. Misschien zelf wat harder zetten? Ik heb oortjes in gedaan. Oh ja. Ja, dat weet ik even niet. Het geluid is niet goed. Misschien te dicht bij je eigen apparaat. Het geluid is erg hol. Ja, dat kan. Ik weet het niet. Een beetje hol, maar het is alles. Oké, geluid is prima. Geen idee, we gaan verder. Tot aan de... Hé, hey, Nancy. Vlaamse kust. Geluid prima. Oké, nou, ik hou me lekker vrolijk verder. Nou, ik smeer het in. Even kijken, doekjes bij de hand. Nou, met gel medium. Ik gebruik de matten. Je kan natuurlijk ook andere gebruiken. De Mod Podge kan je er heel goed voor gebruiken. Ja. Maar ik heb deze gel medium gebruikt. Zo. Deze kan even in het water. Achter mij staat een bak. Misschien weerkaatst het een beetje. Ik weet het niet, geluid. Ja, we gaan gewoon door. Even een beetje schoonmaken. Dus keukenrol en poetsdoekjes, snoeterpoetsers, babydoekjes zonder olie. Dat is wel heel handig om bij te gebruiken. Ik ga heel eventjes herrie maken met mijn heat om het te drogen. Ik zal wel niet zoveel praten, want misschien klinkt dat... Toch niet, kunnen jullie mij niet zo goed verstaan daardoor. Ik heb trouwens mijn twee bladzijden, dus die heb ik trouwens vastgeplakt met de kraft tape van Marianne Design. Dat kan je heel makkelijk los halen zonder dat je papier scheurt, zeg maar. Dus dat is ook wel, misschien wel handig om te weten. Die zet ik ook even opzij. Ik ga met de cadens de kleurtjes zoeken. Ik heb dat gedaan aan de hand van deze lijst. Die kun je bij Hobby Vision kun je die uitdraaien bij bestanden staat die. En dan heb je, ja, ik vond dat zo handig om dan kleurtjes bij je werk te zoeken. Hetgeen waar je hebt, nou moet je kijken hoeveel er nog staan die ik nog aan kan schaffen eventueel. Maar ja, ik vond het zo handig dat je dus een kleurenkaart gemaakt hebt. En dan kan ik mijn kleurtjes erbij uitzoeken. Ik vond het echt zo handig. Nou, dan weten jullie gelijk ongeveer wat ik allemaal heb. Dus nog genoeg om aan te schaffen. Maar toch heb ik al best wel aardig wat, vond ik. Dus ook even dat terzijde. Weten jullie ook dat dat mogelijk is om die uit te printen. Nou, kijk. Het is ongeveer wel droog. Ik heb de kleurtjes bijgepakt. Ik pak het er eventjes bij. Ik werk met sponsjes. Hier is geluid goed. Ah. Het klinkt nogal rommel, maar dat komt denk ik... Ja. Even kijken. Maar het komt goed, ja. Dat rommel, dat weet ik even niet wat eraan ligt. Ik heb sponsjes genomen. Gewoon van die simpele huistuin- en keukensponsjes. Die je zo op maat kan knippen. Vond ik wel heel makkelijk om daarmee te werken. En ik heb ook nog wat tamponeer. Tamponeer, hoe heet dat? Kwastjes. Tamponeer, om te tamponeren. De cadens. Ik heb de hybride acryl. Allerlei kleurtjes bij elkaar verzameld. Zorg ervoor dat je ze eerst goed schudt.
Ik weet ook niet precies of ik al die kleurtjes ga gebruiken, maar ik heb ze in ieder geval allemaal wel gelinkt staan. Even goed schudden. Want anders zit er van dat doorzichtig spul bovenin. Dus moet je eventjes allemaal heel goed schudden. Mooi zicht al dat geschud. Oh ja, ik ga gewoon lekker verder. Inderdaad. Misschien dat ik het opbouwend ga doen, dat ik hier blauw doe en dan vervolgens naar paars ga. Ik eens kijken of dat lukt. Dus ik heb een pailletje erbij gepakt, want ik ben altijd zo iemand die hier bijvoorbeeld de verf doet en dan ineens erin gaat schuiven. Ook zo handig. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik pak er even een verfpailletje erbij en ik doe gewoon eventjes daar wat kleurtjes. Ik pak nu de Grey Blue, de 6266, die vind ik wel erg mooi om te gebruiken. Kijk, en dan doe ik eventjes zo. En dan gaan we kijken of die leuk erbij is. Nou, ik vind hem vrij donker, dus we pakken nog een andere kleurtje erbij. En dit is de hybride acryl, dat is de Mild Blue 036036. Dan pak ik het gewoon eventjes met dezelfde. Ga ik dat doen. Even goed in beeld blijven. Ik doe eventjes toch een keukenpapiertje. Even kijken. Ik ga toch wel eventjes de keukenpapier onder doen. Oh, voor mijn beeldscherm. Want dat vind ik toch wel iets handiger, denk ik. Dan doe ik die eventjes. Even hier maar wegvegen. Mijn verfjes een beetje aan de kant zetten. De lichtere kleur. Ik ga toch de lichtere kleur wat erop zetten. Dat vind ik misschien toch wel wat mooier. Dan ga ik proberen de kleur vanop wat te doen. En ik doe het ook nog, hoe noem je dat? Nog andere kleurtjes doorheen. Maar ik ga eerst een aanzet doen. Van deze. Ik doe ook een beetje over mijn rijspapier heen, hè, zodat het gewoon netjes overloopt en zodat je de randen niet zo goed meer ziet. Want ja, daar wil ik wel een beetje weg hebben. Ik doe gewoon eerst dit, de blauwe. Deze is toch wel iets mooier dan die andere kleur. Ja. En kijk, dan gaat hier een beetje zo eroverheen, dat maakt best, hè, een beetje eroverheen. Kijk er nog, vier kleurtjes kun je hiervan aan. Ja, je kunt het allemaal goed maar met andere kleurtjes doen. Dan kun je onderling op mennen en weer wit erbij. Als je het nou donker vindt, hè, dan zet je er gewoon wat wit erover. Dat kan ook, hè. Dat is allemaal geen probleem. Ik ga toch een beetje dat donkere weer pakken. Ik vind het misschien toch wel leuk erbij. Kijk, dat is toch wel... ook wel leuk. Als je nou zegt van, ah, ik vind het toch niet leuk, ik vind dit ook. Kijk, een beetje wolkende veetjes erop. Ik heb wel een beetje Brabants accent waarschijnlijk, zoals jullie horen. Kijk, zie je? Dan kun je ook wat veetjes zo erop maken. Dan krijg je weer zo'n leuk effect van, vind ik. Door weer wat veetjes erbij op te maken. Nog een beetje blauw erbij. Die zullen we daarvoor nodig hebben. Ik vind het lastig om de kleur met een sponsje. Maar ja, een sponsje. Ja. Ja, ik werk heel fijn. Ik graag met een sponsje ook. Tamponeerpasje vind ik ook heel leuk. Je kunt er ook wat open plekjes in laten. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ik heb er nou voor gekozen om, ja, met een sponsje. Dat gaat ook, ja, best wel snel, vind ik. Ik wil nog van alles erop aanbrengen, dus ja, dan gaan we gewoon eventjes zo lekker te werk. Nou, nou wil ik in ieder geval de kleur wat doen. Ja, zeker trots op, hè, Brabants accent, ja.
Groen. Ik zie hier ook groen erin. Dus ik denk dat ik ook nog wat leuke groen. Daar heb ik er ook een paar van genomen. Ik heb hier de... Even kijken. De Pastel Green. 0,45. Ik heb allemaal al een beetje geschud. Dus vergeet dat niet hoor, te schudden. Want het is anders echt niet goed gemengd. En het gebeurt me echt ook wel. Kijk. Dan pakken we de blauw er ook nog wat bij. En dan gaan we het een beetje door elkaar mengen. Zodat je een verloop krijgt. Kun je nu het zo zien dat het wat verloopt zo? Kijk, zie je dat? Gewoon een beetje door elkaar mengen. Zodat je het verloop krijgt. Hè? Want hier heb ik wat groen. Dus ik wil dan naar het groene toe. Kijk, zie je? Dan ga je steeds meer een groen. Van het groen naar de blauw toe. Ik zie nog steeds dat er kijkers komen. Oh jee, 336 mensen toch. Nou leuk, gezellig. Ik had het niet verwacht. Ik dacht, nou, nieuweling. Kijk, zie je? Dan loopt het wat over, hè? Misschien kun je het zo beter wat zien. Van het blauw naar het groen. Ah ja, ik weet het. Nou, ja, ik heb er vertraging op zitten, dus nu zie ik het. Nog een beetje naar onderen toe. Ja, en nou een beetje hoger. Ja, zo zullen jullie de talk te zien krijgen. Nou, hier zit ook paars, dus ik wil eigenlijk ook naar het paarse toe. Dat vind ik wel erg mooi ook. Paars. Ik heb een paar kleurtjes paars bij staan, maar deze is, ik denk dat ik deze neem. De iriskleur. 0,33. Dit is echt wel een geliefde kleur van mij. Ik vind hem zo mooi. Ik gebruik hem best wel vaak, deze kleur. Dus ook dat wil ik toch wel erin hebben. Want hier vind ik het ook wel heel mooi naar het paarse toe. Dan pak ik ook wat groen erbij. Groen, om het de overloop te krijgen. Hè? Van groen naar paarsig. Ook weer wat die groene eerst erbij. Mooi die overgang. Je doet het goed. Nou, geweldig. Dat vind ik wel leuk om te horen dat ik het goed doe. Kijk, en dan gaan we steeds meer dat paarse erbij doen. Zodat je dat terugkrijgt. Dan zul je zeggen, oh, daar is helemaal blauw en daar is helemaal groen paars. Maar dat paarse ga ik straks ook een heel klein beetje daarin verwerken. Zodat het echt één geheel wordt. Maar ja, de cadens, ja, het is een heel snel drogend. Ik vind het, ja, ik vind het echt heel mooi spul. Maar dat vind ik van andere merken ook hoor. Ik heb van Lindy's en ik heb van alles wel wat, zeg maar. Mijn cadens is op mijn pad gekomen en ja, dat is toch wel heel mooi ook. Kijk, ik pak toch ook weer een beetje groen terug, want hier zit natuurlijk ook weer groen. En zo probeer ik het een beetje gewoon te verlopen. Ik doe ook iedere keer, zoals jullie zien, wat hier afdeppen, hè. Want anders vind ik het zo'n heel dik geheel worden en dat wil ik niet. Ik probeer maar mee te kijken, maar ja, het is de eerste keer. Ik vind dat best ook wel lastig om dan nog mee te kijken. Mee te lezen, maar ik doe mijn best. Ja, een tamponeerkrabbenkast, ja tuurlijk, dat kan ook. Dat vind ik ook, die heb ik hier ook nog bij liggen, om dadelijk nog wat bij aan te brengen. Dat vind ik ook heel mooi hoor, met een tamponeerkrabbenkast is echt ook heel fijn om mee te werken. Absoluut waar. Maar je kan het op zoveel manieren doen. Kijk. Zijn er nog vragen? Ik ben benieuwd of deze door het sponsje een beetje rul opdroogt of dat glad wordt. Oké, op dit papier vind ik dat het vrij glad blijft. Ja, op dit. Doe je het op canvas, dan vind ik echt dat je... dan wordt het wat ruwer. Op de canvas vind ik het altijd wat ruwer worden. Ah, ik help je nou, heel fijn. Janette, die helpt mij wat, zie ik. Ik ga ook met mijn tamponeerkwastje nog een beetje doen, want ik wil hier toch ook wat paars inbrengen, omdat hier ook wat paars zit.
En dan doe ik even de iris, had ik. En ik wil er nog een wat andere kleurtje erbij. En dat is een Sedona 27 is dat. Oh, moet wel in beeld blijven, hè. Even nog een keer extra schudden. Ik doe hem hiernaast. Zo. Allemaal sponsjes. Ja, ik heb hier gewoon een heel stapje sponsjes liggen. Maar zo te zien doe ik het gewoon nog steeds met eentje. Omdat ik het allemaal met elkaar over laat lopen. Het tamponeerkwastje had ik, hè. Kijk. Kijk of dat nog mooi is. Hier kan ik. Maar ik vind die... In dit geval vind ik het niet zo leuk, dus ik ga gewoon een beetje vegen, zodat ik ja, wat veegjes meer krijg. Ik vind het leuk om een beetje vegen te doen dit keer. Zie je, dan wordt het meer soort, ja, bolletjesachtig, maar moet je de, hoe noem je het? Kijk. Er was toevallig dat ik dit van, ja, het is niet iets nieuws hoor. Maar ik vond het van de week niet mooi. En toen dacht ik, ah, het moet eraf. En toen dacht ik van, oh, maar dit is leuk. Daar ga ik meer doen. Gewoon heel netjes vegen met een billenpoetsdoekje. Nee, hier hoeft geen gesso op. Klopt, dat hoeft niet. Want ik werk met de cadens. En ja, daar hoef je echt geen gesso voor op te gebruiken. De randen ook niet. Dat is juist niet nodig, zeg maar. Nee. Kijk, en dan doe ik hier ook weer een beetje vegen. Voor een, ja, ik weet niet. Het is een, ja, ik vind het wel een leuk effect. Gewoon een billendoekje. Heel netjes vegen. Dan krijg je een ander kleurtje erbij in. Oh, dat was te veel. Nou, ook prima. Dan vegen we toch iets meer weg. Maar het mag ook, hè. En daar wil ik blauw, maar ik was hier ook nog wat bezig. Ik heb ze hier niet helemaal blauw gemaakt. Dat hoeft niet, hè. Dat mag, dat hoeft niet. Dat is maar net waar je zelf wil. En hier vind ik het ook niet helemaal, helemaal dicht. Dus ja, waarom zou je het dan helemaal dicht doen? Ik zit nog goed in beeld te werken of moet ik een beetje naar boven? Even een beetje weg goed zien, hè. Een beetje naar boven, hè. Sorry. Zo gemaakt om alles naar je toe te trekken. Oh, deze. Hier was ik mee bezig, hè. Kijk, gewoon een beetje. En dat blauwe, die vind ik ook mooi. Dus daar ga ik ook nog die donkerblauwe erbij in doen. Kijk. Gewoon met hetzelfde doekje. Maakt allemaal niet uit. Hier nog een paar. Hier nog wat. Gewoon voor het effect. Extra effect. Daar wil ik de lichte blauw en de groen nog bij. Ik heb al, even kijken hoor, heel veel kleurtjes gebruik ik niet, zie ik nou. Nog een beetje groen. De reacties. Ik ga even kijken, wat is er verschil in de acrylverf van Cadence? Ja, in de hybride en even kijken, de premium zit wel verschil in. Op deze, de hybride acryl, die hecht echt overal op. Deze iets minder, maar mijn ervaring is ook dat die toch wel op hetgeen wat ik doe, op de canvassen en op de aardjournaal, op watercolorpapier, dat die het best wel goed pakt allemaal. Maar de hybride, die gaat echt op alles. Dan hoef je niet speciaal een gesso eerst te doen. Dus daar zit het verschil wel in. De groen, daar was ik mee bezig, hè. De groen. Ja, op stof, ja. Ja, dat heb ik dan nog niet gedaan. Maar in ieder geval, de hybride, die staat ervoor dat hij gewoon ja, op alles pakt. Nou, even kijken hoor. Of ik al tevreden ben? Nee, ik ben nog niet tevreden. Ik wil hier ook nog wat blauw. De lichte blauw. Ik doe alles gewoon in één sponsje. Met één kwastje. Ik zie wel dat er te veel roze nog aan zit. Hop, gewoon met een babydoekje. De paars mag ook nog wel wat blauw, hè. Anders is het zo paarsig. Ik maak er eigenlijk een beetje, ja... Doortjes van, veegjes.
zo een beetje wolkachtig. Nou, ik vind hem eigenlijk wel goed. Er komt nog van alles op, dus het mag wel zo. Nou, nog een beetje extra hop. Dan kan je nog meer zo doen, kijk. Een beetje uitvegen nog. Nou, ik vind hem eigenlijk wel goed zo, de ondergrond. Billendoekjes. Ja, dit is een billendoekje waar ik mee gebruik. Ja. Nee, je hoeft het niet al te serieus te nemen, dit. Nee. Gewoon lekker hier en daar wat je wil. Nou, even met werkplekje was gewoon poetsen. Anders lig ik er dadelijk met mijn werkje erin. Dat zou ik zonde vinden. Nou, deze kunnen weg, want die zijn wel echt vies nu. Even met... zo. Nou, deze die ga ik ook aan de kant doen. De verf. Want ik ga nu een stapje verder. En ik wil nu gaan stempelen. Oh nee, ja wel. Ik heb de... Even pakken. De afstand. Ik zal de verfjes ook even wat aan de kant zetten. Ik zal even trouwens zeggen welke ik nou uiteindelijk gebruikt heb. Dat is misschien toch wel handig, hè, voor jullie. De 47. De Sedona had ik gebruikt. De Iris. Nee, die niet. Even goed kijken nog. Deze had ik gebruikt. En de blauwe. Waar is die gebleven? De blauwe. Ja, de blauwe. Volgens mij had ik deze allemaal gebruikt. De Iris. De lichte. Ja, zo had ik ze gebruikt. Die kleurtjes. Misschien toch voor jullie wel eventjes leuk om te weten dat ik uiteindelijk dus 1, 2, 3, 4, 5 maar gebruikt heb. Ja, deze heb ik niet gebruikt, denk ik. Ja, ook. Deze heb ik ook nog gebruikt. Ja, 6. Uiteindelijk heb ik er 6 gebruikt. Dus ja. Ja. Maar inderdaad, deze lijken ook wel best wel op elkaar. Deze zijn toch wel heel anders. Ja. Dus dat... Aan de kant. Die heb ik nou niet meer nodig. Dus dat kan allemaal eventjes aan de kant. Kwastje ook niet. Het sponsje. Die zet ik ook even in de bak met water die ik achter heb staan. Die kun je gewoon allemaal uitspoelen. En dan kun je gewoon weer hergebruiken. Ik heb voor nu de mooie halve mandala stans. Uit de JMA collectie heb ik gepakt. Genomen. En die heb ik uitgestanst uit 200 gram waterkommer papier. En die gebruik ik als mand. En dus, ik heb wel gezorgd dat er nog een stukje papier, ja het was een restje, dus een stukje papier eromheen zit, zodat je echt die rand krijgt. Hoeft niet, want dan kun je het mooi laten verlopen, maar in mijn geval heb ik het op deze manier gedaan. Ik heb hiervoor hoe noem je dat nou? Een foam... dingetje genomen. En de Dora hybride metallic. En dan de kleur anthraciet. En het nummer is 7138 van Cadence. Die heb ik genomen. Even kijken. Even een klein spateltje pakken. Oh, dat was mijn standaard. Om het eventjes hierop te smeren. Ja, de blending tool, dank je. Ja, de blending. Ik kon het even niet op het woord komen. Maar die ga ik als maskstensel gebruiken. Maar het leuke ervan is, als je straks helemaal vol hebt, of op witte plekjes, maakt niet uit, en je gebruikt hem weer met een andere kleur, kan je ook weer hergebruiken. Hè? Dan kan je weer voor een ander project gebruiken. Dus niet weggooien als je gebruikt hebt, want het is wel leuk met al die kleurtjes erop. Even kijken, ik leg hem in het hoekje. En dan gewoon een heel klein beetje eraan aan je dingen. En dan niet wrijven, maar gewoon eventjes, ja, hoe noem je dat? Opduwen zeg maar, hè? Niet wrijven, niet gaan wrijven. Want dan ga je het misschien onder wrijven. Kijk, en dan heb je een mooi hoekje, vind ik. Kun je hem gebruiken. Even kijken. Even mijn werkje erbij halen nog. Even zo. Om wat ruimte maken. Ja. En dan deze. Ben ik nog goed in beeld? Ja. Hè?
Zo, en dan doe ik hier ook nog. Maar dan doe ik op de alle tweede bladzijde, zodat het een geheel wordt. Een beetje opnemen nog. Kijk, zodat je mooi de scherpe lijnen krijgt. Hè? Dus daarom zorg ik ervoor dat er nog een randje omheen zit. Met een beetje extra bijpakken. Zo, een spateltje. Oh, dan moet ik hem niet weg gaan schuiven. Nou, dat gaat wel goed. Kijk, gewoon een klein beetje aanzetten. En dit gewoon gelijk meteen goed uitspoelen in water. En dan kun je het gewoon, ja, deppend, ja. Oh, deppend. Nou, jullie zijn goede hulpen. Ja. Ja, af en toe. Kijk. Zie? Het hoeft, ja, als het niet altijd even goed gaat, is het ook niet erg, hè. Het is mixed media. Alles is goed, hè. Even kijken, ik wil wel in drieën doen. Dus 1, 2 heb ik er nu, dus ik wil er nog eentje. Aan die kant nog even aanzetten. Even goed vasthouden. Deze wordt iets groter, zie ik. Maar je kunt ook voor kiezen om niet helemaal te pakken. Kijken of dat leuk is. Nou, de kijk, zie je. Wat lichter en wat donker. Vind ik ook leuk. En dan heb ik hier 3. En ik wil er hier nog eentje dan. Die zet ik daar neer. Niet te hoog. Dat vind ik niet mooi. Gewoon zomaar een klein beetje. Deze maak ik ook niet helemaal tot daar, want dat vind ik veel te veel. Kijk. Hop, zeg ik. Hier heb ik er langs geknoeid. Nou, dan vegen we het gewoon eventjes af. De rest is al te hoog. Kijk. Dan kun je het gewoon afvegen zonder dat het blauw eraf gaat. Dat is nou echt, ja, cadens, vind ik. Nou, dit gaat in het water. Hups, weer in die bak achter mij. Eventjes mijn potje dicht doen, zodat het allemaal om gaat vallen of uit gaat drogen. Dat willen we niet. Ik doe trouwens overal, ook bij die plastic dekseltjes, overal een plasticje tussen tegen het uitdrogen. Die kan aan de kant. Eventjes mijn werkblad, mijn craftsheet even schoonmaken. Ik ben nou een half uurtje onderweg, hè? Nou, oké. Dan zit ik te bedenken dat ik nu mijn één kant verder ga. Ik doe alleen nog even stempelen, alle twee. En daarna ga ik de één kant verder, want anders red ik het niet qua tijd, zie ik. De stempel, even zoeken hoor. Ik heb de oude gepakt. Want deze die staat nog in de website staan. Dus die heb ik nou genomen. Deze ook trouwens even schoonmaken. Want die heb ik straks ook weer nodig. Kijken of mijn vingers niet onder zitten. Je werkt zo netjes. Nou, vallen mee. Ik ben echt best af en toe een knieder. Even kijken of niks aan mijn handen zit. Zou zonde zijn. De JMA, daar was ik. De stamp. JMA 01, dat is de allereerste uit de allereerste serie. Die zag ik dat die nog in de webshop stond, dus ik dacht, nou dan neem ik die. Ik ga die gewoon hier achterop laten zitten. Ja, we zien het wel. Maar misschien willen heel veel mensen wel wie de mol is kijken. Want ik zie hier van, ah nee, er komt toch niks op tv. Of ga maar lekker door. In ieder geval, ik heb de Archival Sky Blue genomen. Kijk, zie ik toch weer wat op mijn merkje, dat wil ik niet. De skybloem, zei ik, hè. Even kijken, nou, dan doe je gewoon eventjes hier wat stempelen. Hij zit dan met roze en alles, maar dat geeft dan niet meer aan voor. Ik ben wat dat betreft. En dan ga ik gewoon her en der stempelen. Het hoeft niet van passé van mij heel erg op te vallen, want er komen nog zoveel dingen overheen. Maar ik, ja, gewoon voor de achtergrond, zeg maar. Die ga ik gewoon her en der stempelen. Kijk, gewoon. Ik doe dan iedere keer een nieuwe stempel, want hij is vrij licht van kleur. Dus ik doe toch iedere keer eventjes opnieuw de inkt erop zetten. Gewoon eventjes gewoon kijken. Zien jullie het? Ik
Ik zal het eventjes wat dichterbij houden. Dus gewoon, ja, voor de achtergrond. Die metaliek, ja, die is vrij snel droog ook. Ja, klopt. Ik vind van wel. Ja, weet je, ik was in het begin ook met allerlei technieken aan het handelen. Maar het is gewoon echt oefening baart kunst. Blijven oefenen, blijven proberen, mislukt het. Ach, papier is zo geduldig. En weet je, als je iets niet mooi vindt, hè, dan kan je er bijvoorbeeld weer gesso eroverheen zetten. En dan kan je weer overnieuw beginnen. Maar weet, er komt nog zoveel op en het is mixed media. Dus het is nooit fout, hè, wat je maakt. En soms kun je wel eens wat wegmoffelen. Dat doe ik ook wel. Ik moffel ook wel eens dingetjes weg. Is toch niet erg? Kijk, ik ben ook iemand die heel erg scheef plakt. Scheef stempelt of wat dan ook. Ja, dan is het maar zo. Ik doe ook gewoon over de vlinder heen een beetje. Zodat het mooi een geheel krijgt. Nou vind ik het wel genoeg. Het is, nee, hier nog eentje. Ik zie er nog één plek waar ik hem nog wil hebben. Daar wil ik hem nog hebben. Nou, daar ook nog eentje vooruit. Eentje omdat het kan. Zo. Nou vind ik het wel een mooi geheel zo. Even met een doekje, even wat afpoetsen. Dekseltje op de. Zo. Die kan daar naartoe. Die schuiven ook weer door. Wat dan? Ik wil er nog graag met de Mars stencils aan het werk. Ik heb de krekelmoes. Ik kan het altijd nog gebruiken voorbij. Heen volgens mij niet. Gaat goed. Ik ga even lezen wat jullie schrijven hoor. Loopt mooi over. Dankjewel. Het was wel heel gaaf. Ja, dankjewel. Ja. Ik heb nu de krekelmoes van Nuvo. Ik vind dat echt super fijne moes om mee te werken. Het is echt heel mooi. Dit is de blauwe. Ja, er staat nog een woord voor. Celestial blauw. Ik vind het echt heel mooi. Ik doe overal, hoe heet dat? Plasticjes tussen. Die zijn altijd ook best wel de zon die erop staat. Die bak ik met maatstensels. Vind ik het altijd heel leuk om met, ja, heel handig om met deze te werken. De Nuvo spatels. Maar voor de Nuvo vind ik, ja, die, nee, ik vind dit heel veel fijner om mee te werken. Maatstensels is ook wel handig, hè? Ik heb hier de maatstensel Mask JMA 05. Die staat nog in de webshop, maar ik heb vanochtend gehoord dat die vrij op is al in de webshop. Deze is er sowieso niet meer eigenlijk, maar ja, ik vind hem zo mooi. Ik wil eigenlijk toch wel iets ervan gebruiken. Dus even openmaken. Die leg ik even aan de kant. Deze ook. En ik vind deze er ook bij gebruiken. De krekel, ja, dus echt zo mooi. Ik vind het ook heel mooi hoor. Even wat aan de kant leggen. Waar wil ik ze? De blauwe. Nou, hier wil ik ook wel wat. Ik ga even kijken, waar ga ik wat doen? Ik wil hier wel wat hebben. Even zoeken, mensen. Ja. Hier wil ik wel wat van die. Ik doe hem niet normaal. Gewoon een stukje van de mastencil. Wat jij mooi vindt. Kijk. Daar doe ik een stukje. Ik zet hem hier in het midden ook nog wat. En daarna ga ik van elkaar loskoppelen. Dit wil ik toch nog als een geheel zien. Goed eventjes vasthouden op alle plekken. Voor het eventueel onder. Anders kan het eventueel eronder doorlopen. Dus eventjes goed vasthouden. Nou vind ik met de krekelmoes vind ik dat reuze meevallen. Ik vind het echt heel mooi spul. Mooie warme pastelachtige kleurtjes zitten erbij. Kijk, hier wat. En dan doe ik hier ook nog een. Ja.
gewoon een beetje eroverheen, over de rijstpeper heen. Dat is helemaal niet erg, hè. Ik zal dadelijk trouwens wat ik weg mag geven, zal ik dadelijk eventjes gaan opstarten. Nou, ik vind deze nu wel genoeg. Ik wil deze toch ook nog eventjes een beetje gebruiken. Ik vind de, hoe noem ik dat? Die tekst vind ik er zo leuk op. Dus die neem ik ook nog. Doe ik ook weer met de krekel. Die zet ik hier nog eventjes. Zo. Kijk. Uitkijken voor het andere. Kijk. En hierboven wil ik hem ook nog. Maar... even nakijken of het hier ook nog in zit. Kijk, want ik, als ik hem zo erop leggen, dat vind ik zonde. Maar er zit nog een stuk in. Die pak ik er ook nog even bij. Kijk, kijk hoe handig dat is. Mijn maatstensels, die gooi ik ook allemaal weer eventjes in de bak hierachter. Mij, in het water. Want die moet je wel even goed afpoetsen. Doe ik dadelijk heel eventjes. Eerst alvast met een doekje afpoetsen. Doe ik dadelijk. Maar ik doe eerst even deze nog. Leg ik hem goed. Ja. Zo leg ik hem. Ja, het is een hele mooie kleur. Ik vind het ook. Die heb ik allemaal gelinkt staan, hè, in de groep. In de groep. In de webshop voor mij nou. Zo. Gewoon een heel klein beetje, maar het hoeft allemaal niet zoveel te zijn. Ik leg heel even mijn werk opzij, want ik wil heel eventjes die maststensels een beetje afpoetsen. Kijk, als je dan op de keukenrol doet, dat is handig. Want dan zit gelijk hierop. Doe je het op je krabsheet, dan zit heel je krabsheet ook weer onder. Dus ik doe het heel eventjes gewoon op de keukenrol. Zo, de rest leg ik allemaal in het bak. Even alles goed schoonmaken, want er zit al heel veel spul aan. En zo. Even terugleggen op mijn... alles even goed dicht doen. Dit krekkelmoes, die kan je aan de lucht drogen. Dat is altijd eigenlijk het allerbeste, om het aan de lucht te drogen. Maar, als je heel voorzichtig bent, niet te kort op... mag je het ook heel lichtjes eventjes met de heat tool wat doen. Dat ga ik niet doen. Anders kan ik dadelijk niet verder. Ja, de laatste nieuwe. 17x17 is deze pagina's uit Aartsenaar van JMA. Nou, het heel klein beetje. Ik leg het heel even aan de kant, kan het mooi eventjes wat, anders gaat het bubbelen. Niet goed kort op, anders gaat het ook bobbelen en bubbelen. Ik leg het heel even aan de kant, dan kan ik mooi eventjes een beetje laten drogen. Want ik wil dus eventjes zo, dit ook eventjes aan de kant leggen. Want ik wil graag nu deze gaan weggeven. Dat ga ik in het begin allemaal voor degenen die het wat later erbij gekomen zijn. Ik mag van Hobbyvision, mag ik deze aardjournaal samen met deze vier rijstpepers weggeven. Nu heb ik een vraag, maar jullie mogen pas gaan antwoorden, invullen of intypen als ik start gezegd heb, eerder niet. Maar mijn vraag is, wat doe ik het liefste? Maar de meesten weten het wel. Ik zal een beetje verklappen wat doe ik het liefste. Wat is mijn specialiteit? De afkorting is MM. Nou, ik denk dat jullie al wel genoeg weten van wat ik dan het liefste doe, hè, qua specialiteit. Ik kan nog wel een beetje verklappen. Bij mijn aankondiging stond het ook bovenaan, zeg maar. Van Hobbyvision staat het bovenaan. Nou, ik ga nu start indrukken. En dan mogen jullie... oh, moet ik wel goed doen. Start. En dan zeg ik straks stop. En dan ga ik iemand eruit halen. Scrollen. Ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit, om eerlijk te zijn. Degene die al een prijsje gewonnen hebben vandaag, die dan niet meedoen, toch? Dat is wel zo eerlijk naar de rest, toch? Nou, ik heb al start ingedaan, hè?
als het goed is. Ja, start. Ja. Dus jullie mogen ja, antwoord geven die graag dus de prijs meedoen. Van wat doe ik het liefste? Wat is mijn specialiteit? Ja. Dus dan hoort het wel, ja, en dan kan je de prijs winnen. Ja, dan ga ik even ondertussen weer verder. Wat mijn volgende stap is. Even kijken, is het dan een beetje droog aan het worden? Ja, ik kan wel verder. Mijn volgende stap. Nou, die heb ik hier allemaal klaar liggen. Oh ja, ik wil nog wat bloemetjes aanbrengen. De takjes. Ik vind het toch leuk om wat takjes aan te brengen. Daar heb ik dan de stamp JMA 19 voor genomen. En de Piet Mos, die valt dan wel een beetje op. En dat wil ik graag, dus die gebruik ik dan. En ik heb ook een acrylblok voorbij genomen. En ik neem dit keer, nou deze is wel erg lief, dit zo'n takje. Kijk. Dan ga ik gewoon de takjes erbij doen. Ja, hij gaat goed. Ik doe van iedere keer toch maar weer, hoe noem je dat? Opnieuw stempelen. Nou, ik zie al heel veel goede antwoorden. Ja, ik kan ook niet missen eigenlijk, hè. Gewoon her en der, gewoon wat stempelen. Maar, nee, jij mag niet meedoen, Sylvia. Jij bent bevoorrecht, hè. Oh, ja, grappig. Uitkijken voor mijn krekel. Ik laat het straks zien hoor. Het begint al wat te krekelen, maar ik zal het straks al beter in beeld laten zien. Even kijken hoe laat is het. Oh, ik kan het toch wel helemaal afmaken, alle twee pagina's. Ik zie gewoon dat ik toch twee pagina's maak. Ja, het is ook zo leuk om te doen. Heb ik al genoeg? Kijk, ik vind dat wel leuk erop, toch? Halve stukjes erop. Oh, niet buiten boord gaan. Nee, dat zal Sylvia wel niet menen. Dus even kijken. Nou, ik denk dat ik het wel genoeg zo heb. Nou, misschien zie je nog eentje. Ja, die stond er ook leuk bij. Nou, kijk. Even nou, schoonmaken weer. Dus ik vind het wel weer genoeg zo. Even wat terugplakken en ik schuif het weer even die kant. Straks heb ik gewoon wat meer om op te ruimen. Wat ik ook leuk vind om erop te doen is de, even pakken, de cadens. De cadens vind ik ook leuk. De cadens, ik ben de hele tijd al met cadens bezig. Ik bedoel, ik denk dat het heel erg schittert. Ik zal het wel de zijkant laten zien. De Pretoni Petrol kleur 07 van de Dora Perma Relief Pasta Metallic. Is een zo leuk spul. Ja, wordt het dan mooi? Gelukkig. Ja, nou dankjewel. Vind ik leuk te horen. Dat doe ik ook weer met deze spatel. Kijk, er zit allemaal van die ja, steentjesachtig iets in, zeg maar. Kijk, het is gewoon de soort structuur, maar dan met de kleur en met de metallic in. Korreltjes erin. Dat. Nou, dat doe ik een heel klein beetje op mijn sheets, op dat. En dan ga ik heel voorzichtig gewoon een beetje vegen zo. Net als een boterham smeren. Gewoon nog meer iets erop. Uitkijken voor mijn iets. Kijk. Gewoon nog meer. Ja, effect erop. Ik vind deze zo'n mooie warme kleur. Kijk, en dan valt mijn achtergrond ook gelijk wel weer weg. Maar dat maakt niet uit, een beetje over de rand heen. Een beetje hier. Her en der. Ja, bijna de mol, zie je? Dat we doen. Maar ik wil iets zeggen, ik ben al heel eentje hoor. Kijk zo.
Hier heb ik iets te veel, vind ik. Nou, een beetje uitsmeren. En dan krijg je dit soort effect. Ja, mooi hè. Ik vind dit wel heel leuk om dat erbij op te doen, zeg maar. Zo. Nou, dat is ook gedaan. Dankjewel. Dat is super mooi, wat leuk te horen. Nou, dat doe ik ook weer aan de kant. Eventjes mijn kraftsheet weer schoonmaken. Die kan ook weg. Dus keukenrol, babydoekjes, een heattool, een kraftsheet. Nou, dat zijn eigenlijk toch wel dingen die heel handig zijn voor mixed media. Ik ga het nog heel eventjes wat drogen. Zo. En dan ga ik ook gelijk het woord stop. Want ik zie wel bij jullie ook al klaar zijn met iets. Stop. Ja, en dan ga ik even terugscrollen om te kijken wie de prijs krijgt. Nou zeg, even terugscrollen mensen of het lukt. En anders moet ik het later doen. Ja, daar gaat het. Oh, dus even een stukje terugscrollen zie ik al wel. Even kijken, ik ga hier. Hier heb ik hem. Hanny Koolhout wint de prijs. Mixmedia, dat was het goede antwoord. Ik heb ze trouwens allemaal zien staan. Welke naam zeg je? Hanny Koolhout. Even papier, pen pakken. Jij mag. Ik schrijf het even op hoor. Hanny Koolhout. Hanny Koolhout. Je mag naar info, apenstaartje, Robbie Vision. Mag je doorgeven dat je gewonnen hebt. Ik zal het ook aan Robbie Vision zelf eventjes doorgeven. Maar jij hebt de prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ik ga nu verder. De randen. Ik wil nog de randen iets doen en ik wil ook nog spetteren. Nou, ik ben er bijna klaar voor mensen. Even kijken. Ik heb hiervoor de Molotto marker acryl. Heb ik genomen. Even goed schudden. En dan doe ik eventjes op mijn werk wat spetter stikken. Spetter is altijd leuk, hè? We spetteren wat af met z'n allen, toch? Maar ook rust op mijn rijstpapier. Vind ik ook heel leuk. Zo. Dan ga ik heel eventjes drogen, want het zijn best wel. Ja. Dankjewel. Ja, de mol. Ja, ik heb hem op opnemen staan, want wij kijken daar ook naar. Dus ik heb hem op opnemen gezet. Eventjes drogen. Ja, het begint toch al aardig te krekelen. Kijk, nou, het begint al wat te krekelen, nog niet helemaal. Ik ga nu de handen nog doen. Met ook een reactpasta. En dan met de dark orchidee. Donker orchidee, dat is nummer 11 is dat. Even kijken, daar pak ik ook een sponsje weer voor. Even iets naar achteren toe zetten. En ik haal er eventjes van uit, hij is al iets wat dikker bij mij, een heel klein beetje. Maar ja, ik heb hem ook al, ja, al heel lang, eigenlijk al zolang dat cadens eigenlijk op de kaart staat.
heb ik deze. Dan ga ik even de handen wat mee doen. Kijk. De randen, zodat het een paars kleurtje krijgt. Even draaien, zodat ik niet helemaal onder zit. Nee, toch wat eruit halen. Dus het gaat toch beter hoor, vind ik, dan met mijn sponsje erin zitten. Een beetje opzij. Kijk. Oh, er valt een klontje op, even afdoen, zo ja. En dan kan ik daarna nog teksten doen, maar dat doe ik later eventjes, want ik vind altijd van ja, ik kan het even zoeken, van welke tekst ga ik er nou op doen, wat is nou toepasselijk voor mij, wat kan er leuk bij, dus dat doe ik later. Maar dat laat ik dan zien als eindresultaat. De tekst die doe ik uit het... stickerboekje van JMA ook, het laatste. Ik zal het dadelijk eventjes laten zien hoor. En dan gaan we eventjes mijn craftsheets poetsen. Hoort er allemaal bij. Want anders wordt mijn andere kant zo... Ja, dat wil ik niet. Ik wil hem eigenlijk toch aan de andere kant een beetje schoon houden. Kijk, zo. Nou, dit was het eigenlijk wel wat ik jullie wilde laten zien. De stickertjes, die doe ik later. Met deze. Uit dit stickerboek ga ik nog een leuke tekst doen. Ik moet even eventjes met zijn handen schoonmaken. Want dan kan ik eventjes nog iets anders laten zien. Eventjes mijn handen poetsen. Kijk. Nou, dit was het ongeveer wat ik jullie wilde laten zien. Ja, eigenlijk ongeveer, helemaal. Oké, het begint al een beetje meer te krekelen. Zien jullie dat? Dat is mooi, hè, dat krekel. Hop, een beetje naar onderen. Zo mooi, dat krekel. Ja. Dus dat. Ik heb deze. Zelf even uit beeld brengen. Deze heb ik ook al gemaakt. Aan de hand van dit heb ik eigenlijk hetgeen gemaakt wat ik... hetgeen gemaakt wat ik nu gemaakt heb, ja, aan de hand van dit voorbeeld ben ik aan de gang gegaan. Deze is al helemaal af. Wat ik ook nog heel graag wilde zeggen, dat ik een YouTube kanaal heb onder Anita van Merode. En daar kun je dus ook nog een creatie van mij vinden, van wat ik allemaal maak, zeg maar. Onder mijn naam, Anita van Merode. Kun je dat vinden. Daar staan allemaal korte filmpjes, bijna 80 geloof ik. Deze live die komt ook op de Hobbyvision Facebook. Hobbyvision Facebook, ja, dat blijft die staan. Maar ook op de YouTube kanaal van Hobbyvision. Wat ik ook wil, misschien wel leuk vind om te zeggen. Ik heb al een andere live voorbereid. Die ik ook binnenkort laat zien. Misschien komt er nog eerst een andere tussen of niet. En dan ga ik op een canvaswerk met allerlei, ja, uit, ik zal eventjes deze ook dan opzij leggen. Uit een andere lijf, ja, dat zeg ik goed. Dan ga ik op een canvas te werk. En dan wil ik allemaal dingetjes hebben gepakt. Ik moet het nog aanvullen hoor. Uit de gereedschapskist van mijn man. Kleine ijzeren ringetjes. Een spoeltje. IJzeren bloem, deze soft paperclipjes, daar wil ik de andere keer mee aan de slag gaan. Dus echt gewoon spulletjes die je hebt, die wil ik laten doen. Voor nu wil ik het hierbij laten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, bedankt allemaal voor het kijken. Oh, mijn iPad blijft haperen, zie ik. Dus ik weet ook even niet. Nee, hij blijft even haperen. Mijn tekst kan ik even niet lezen, maar dan zie ik dat later. Mocht er nog vragen zijn, stel ze gerust onder mijn live. Ik ga ze straks nog beantwoorden. In ieder geval morgen ga ik ze nog beantwoorden. Voor nu zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. Ja, mijn
Ik zie dat het niet meeloopt, mijn iPad, waar ik op jullie reacties kan zien. Dus die lees ik later dan wel. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer allemaal. Doei! Tot kijk!